De 5e mei is onze nationale feestdag. In heel het land vieren we de bevrijding van de Duitse bezetting in 1945. Er wordt gevlagd. Er zijn feesten en herdenkingen. De oorlog van 40-45 is een gemeenschappelijke ervaring die diepe sporen heeft nagelaten. De oorlog heeft ons bewust gemaakt wat het is om Nederlander te zijn. Vrijheid en respect voor elkaar zijn voor Nederlanders belangrijke waarden. Ook vroeger al. 400 jaar geleden hebben we daarvoor strijd gevoerd. De 80-jarige oorlog hebben we die lange tijd genoemd. Het was een opstand in de Nederlanden tegen de Spaanse overheersing die leidde tot eenheid en verdeeldheid. Traditiegetrouw komt de koningin en haar familie op Prinsjesdag na de rijtour op het balkon van Paleis Noordeinde. Tegenover dit paleis staat een ruiterstandbeeld van Willem van Oranje, de voorvader van koningin Beatrix. Hij speelde een belangrijke rol ten tijde van de opstand in de Nederlanden in de 16e eeuw. Hij is de grondlegger van onze staat. Van één Nederlandse staat zoals we die nu kennen was rond 1500 nog geen sprake. Er bestond een aantal Nederlandse staatjes, zoals de graafschappen Holland en Zeeland, het hertogdom Brabant, het graafschap Vlaanderen en nog andere gewesten in het zuiden. De hertogen van Bourgondië hadden in de 15e eeuw deze Nederlanden onder hun gezag bijeengebracht. Deze politiek werd na 1515 voortgezet door Karel de Vijfde van Habsburg. Hij wist bovendien alle andere Noord-Nederlandse gewesten die niet tot de Bourgondische erfenis behoord hadden, te verwerven. Dat waren Friesland, de bisschoppelijke gewesten Utrecht en Overijssel, Groningen en Drenthe en tenslotte het hertogdom Gelre dat hij met geweld veroverde. Karel was ook koning van de Spaanse koninkrijken Aragon en Castilië. In 1519 werd hij bovendien gekozen tot keizer van het Duitse Rijk. Het was de vijfde die Karel heette en als Karel de Vijfde staat hij dan ook bekend. Als je ook de Spaanse gebieden in Amerika erbij neemt, kun je spreken van een complex van staten waarin de zon niet onderging. De Nederlandse gewesten vormden dus maar een deel van dat grote gebied waarover de Habsburgers regeerden. De 17 Nederlandse gewesten waren een personele unie. Karel de Vijfde was vorst of landsheer over elk van die gewesten. Al die staatjes afzonderlijk besturen was voor Karel eigenlijk onmogelijk. Het gewestelijk bestuur werd gevormd door op de eerste plaats een stadhouder, aangesteld als vervanger van Karel de Landsheer. Elk gewest had een raad, de Staten. In de vergadering van de Staten kwamen de vertegenwoordigers van de standen bij elkaar, namens de adel, de burgerij en in sommige gewesten ook namens de geestelijkheid. Soms kwamen de vertegenwoordigers van alle staten bij elkaar in de Staten-Generaal. In ieder geval als Karel de Vijfde belastingen wilde heffen. Daartoe moest hij dan een verzoek, een bede, richten tot deze Staten-Generaal. Karel wenste als landsheer meer verband tussen de gewesten. Maar voor een moderne eenheidsstaat ontbraken hem mensen en middelen. Dus streefde Karel naar een nieuw centraal bestuursapparaat naast de Staten-Generaal. Dit centrale bestuur werd in Brussel gevestigd, de hoofdstad van Brabant. In de hertogelijke paleizen op de Koudenberg werden de bestuurscolleges ondergebracht. Omdat Karel vaak in andere gebieden moest zijn waarover hij ook vorst was, had hij hier in de Nederlanden een centrale vervanger, de landvoogd, soms de landvoogdes. Zij werd terzijde gestaan door gespecialiseerde raden, zoals de Raad van State, de Raad van Financiën en de Geheime Raad. Karels bestuurlijke centraliseringspolitiek verliep niet zonder spanningen, want de gewesten wilden die meestal niet. Daar kwam ook nog de kerkelijke bestuurssituatie bij. Tot 1517 had in Europa één kerk bestaan, die van Rome. Iedereen behoorde tot de Rooms-Katholieke Kerk.
Op die kerk was grote kritiek gekomen. Sommige bisschoppen en priesters leidden een leven dat nog weinig leek op wat het christendom leerde. Rijkdom, macht en aanzien speelden bij hen een grotere rol dan eenvoud en naastenliefde. Spotprenten stelden hun gedrag aan de kaak. Problemen ontstonden toen mensen die de kerk wilden hervormen of verbeteren verder wilden gaan dan de kerk zelf. Maarten Luther, een Augustijner monnik, hoogleraar aan de Universiteit van Wittenberg, stak zijn kritiek niet onder stoelen of banken. Artikelen en brochures schreef hij. Die werden gedrukt, een uitvinding die nog maar korte tijd in praktijk werd gebracht. Luthers geschriften genoten in heel Europa grote belangstelling, ook in de Nederlanden. Luther werd uit de kerk gezet en zijn geschriften werden door de kerk verboden. Strenge straffen, tot de doodstraf toe, stonden op het bezit van een protestants boek of de Lutherse vertaling van de Bijbel. Maar het aantal aanhangers van Luther en van andere kerkhervormers bleef groeien. De meeste invloed kreeg hier een generatie later, rond 1560, de leer van Calvijn, de theoloog uit Genève. De bisschoppen probeerden alle ketterij, lutheranisme, calvinisme en wederdoperij uit te roeien. De boeken van de hervormers werden in het openbaar verbrand. Karel V stond daar vanzelfsprekend achter. Al vanaf 1520 werden verordeningen, zogenaamde plakaten, tegen ketters en hun boeken uitgevaardigd. Toch moest Karel V uiteindelijk erkennen dat hij gefaald had in zijn godsdienstpolitiek. In 1555 trad Karel V af. De staten werden uitgenodigd voor een vergadering in Brussel van de Staten-Generaal. Karel droeg het bestuur over de Nederlanden over aan zijn enige zoon Philips. Philips erfde een bijna failliete boedel. Er was oorlog met Frankrijk. Er was een grote achterstand in de betaling van de soldij. Philips werd geconfronteerd met een staatsschuld die in de miljoenen liep. Philips wilde zijn gebieden vanuit Spanje regeren. Hij was er geboren en getogen. Maar hij kon pas naar Spanje terugreizen als er eerst vrede met Frankrijk was. Hij moest dus wel in Brussel blijven om van hieruit de oorlog met Frankrijk te coördineren. Een voordeel hierbij was dat hij de hoge Nederlandse edelen goed leerde kennen. Willem van Oranje was de voornaamste. Hij stamde uit het Duitse grafelijke geslacht Nassau, dat belangrijke bezittingen in en rond Breda had. Oranje was een prins, een soevereine waardigheid, omdat hij ook het Franse vorstendommetje Orange had geërfd. Het prinsdom Oranje in Frankrijk. In 1984 is een tv-serie over Willem van Oranje en zijn tijd uitgezonden. Fragmenten daaruit gebruiken we om een beeld te geven van de opstand in de Nederlanden. De prins van Oranje. In 1544, toen Willem als 11-jarige prins van Oranje werd, kwam hij aan het hof in Brussel, waar hij voorgesteld werd aan Karel V. Dankzij zijn prinselijke titel en zijn grote bezit was Willem de voornaamste edelman na landsheer Karel V. Het doet me genoegen de jongste telg van zo'n roemrijk geslacht voor me te zien. Een andere hoge edele waar Philips II in Brussel veel mee te maken had, was graaf Egmond. Ook graaf Egmond stamde uit een aanzienlijk geslacht. Was net als de prins van Oranje rijk, maar bepaald niet zo diplomatiek. Als veldheer was hij echter de meerdere van de prins. Oranje en Egmond kregen vanwege hun hoge positie de leiding over Philips' troepen in de strijd tegen de Fransen. Toen de oorlog met Frankrijk eindigde in 1559, was het volk opgelucht en vierde feest. Nu kon Philips naar Spanje terugkeren. Dat was hard nodig. In het zuiden vielen de Turken jaarlijks over zee zijn Italiaanse en Spaanse gebieden aan. De Middellandse Zee dreigde een Turks meer te worden. Zijn heilige katholieke majesteit de koning, haar hoogheid hertogin Margaretha van Parma.
Voor zijn vertrek benoemde hij Margaretha van Parma, zijn halfzuster en een talentvolle vrouw, tot landvoogdes over de Nederlanden en stelde haar voor aan de hoge adel. Het is mijn eer u aan mijn halfzuster voor te stellen. Zij zal als landvoogdes over het welzijn van de godsdienst en de Nederlanden waken. De verschillende raden zouden haar bijstaan, maar Philip zelf had natuurlijk het laatste woord. Het was nu eenmaal Jo El Rey, ik de koning, zijn handtekening. Philips vertrok, uitgeleide gedaan door de hoge adel en bisschop Granvelle. Het gaat u goed. Ik smeek Gods beste zegen over u allen af. De onvrede van de edelen nam alleen nog maar toe na het vertrek van de koning. Zij voelden zich steeds meer buitenspel gezet door het toenemend aantal ambtenaren en juristen in de Raad van State. Die konden permanent in Brussel zijn en kregen daardoor steeds meer te vertellen. Vooral Granvelle had grote invloed, met name op de landvoogdes. Wat bleef er zo nog over van de eigen verantwoordelijkheid van de Raad van State? Problemen leverde ook de nieuwe kerkelijke indeling in 1559. Met de bedoeling van Rome om de misstanden in de kerk daadwerkelijk aan te pakken. Al 700 jaar was de indeling van bisdommen niet veranderd. Luik en Utrecht vielen bijvoorbeeld onder de aartsbisschop van Keulen en Atrecht onder Reims. Kerkelijk vielen de Nederlandse bisdommen onder buitenlandse aartsbisdommen. Er kwamen nu 3 Nederlandse aartsbisdommen. Utrecht, Mechelen, waarvan Granvelle aartsbisschop werd, en Kamerijk. Nieuwe kerkelijke grenzen die nu overeenstemden met de landsgrenzen. Toch kwam er groot verzet tegen, vooral van de edelen. Leden van de Raad van State, wij zijn hier vandaag bij elkaar gekomen om een belangrijke wijziging in het staatsbestel te bespreken. De aartsbisschop heeft het woord. Er is helaas gebleken dat de bisschoppen door de uitgestrektheid van hun diocese steeds minder controle op de ketterij konden uitoefenen. Daarom zullen de Nederlanden nu verdeeld worden in 3 kerkprovincies, die elk zullen bestaan uit 6 bisdommen. Ik neem aan dat het bisschopsambt, net als vroeger, gegeven werd aan de jonge afstammelingen van de adel. De nieuwe voorschriften luiden dat een bisschop voortaan doctor in de theologie moet zijn. De edelen voelden zich in hun belangen geschaad. Wij zijn hier in de eerste plaats om de belangen van de edelen te behartigen. Nee, de gezagsdragers zijn er om de wetten tegen de ketters uit te voeren. Ook al maken ze zich daar niet zo populair mee. Ik wens niet op zo'n toon te worden toegesproken. Er zijn hier mensen die de ketterij en het oproer aanmoedigen, omdat ze daar voordeel in zien. Ook het gewone volk had angstige voorgevoelens. De nieuwe bisschoppen konden wel eens strenger optreden tegen de protestantse ketters. Het is toch te krankzinnig om los te lopen. In de ogen van de adel en volk zijn wij ook verantwoordelijk voor alle impopulaire besluiten die Granvelle neemt. Terwijl we er part nog deel aan hebben. Ik ben overal met de nek aangekeken. Ik moet de meest gruwelijke insinuaties slikken. Als ik niet zo verstandig was om die provocaties naast me neer te leggen, zou ik elke dag bij het ochtendkrieken op moeten staan om te duelleren. De edelen namen het voortouw. Zij begonnen een actie tegen de almachtige Granvelle. Hij was de hoofdschuldige. Er is ook maar 1 oplossing. Granvelle moet weg. Philips aarzelde lang, koos toen tactisch voor een tussenweg en deelde zijn besluit per brief mee aan Granvelle. Madame? Ik zal u voorlezen wat de koning schrijft. Gezien de gespannen situatie lijkt het me het beste dat u de Nederlanden voor enige tijd verlaat en met toestemming van de landvoogdes naar Bourgondië vertrekt om een bezoek te brengen aan uw moeder. Op deze wijze wordt zowel mijn gezag als het uwe gehandhaafd. Ik geef u hierbij officieel mijn toestemming. U wist hier dus van? De koning heeft mij uiteraard ingelicht. Granvelle werd door Philips opgeofferd omwille van de binnenlandse vrede. In de Nederlanden is hij niet meer geweest. Het was maart 1564. De hoge edelen, nu weer de belangrijkste adviseurs van de landvoogdes, kwamen vaak bij elkaar in de Raad van State.
Deze raad won aan invloed boven de andere raden. Margaretha schreef lovende brieven naar Madrid. De samenwerking met de edelen verliep heel goed. Omdat de graaf van Egmond morgen naar Spanje gaat, zou ik graag van u willen horen welke zaken hij onder de aandacht van de koning moet brengen. Het gaat hier natuurlijk om voorstellen, niet om eisen. De godsdienstkwestie was een weerkerend onderwerp in de Raad van State. De meeste edelen waren katholiek. Ze waren echter tegen strenge vervolging van ketters. Het gaat hier om een hoogst ernstige zaak. De godsdienstige verdeeldheid onder de bevolking. In Vlaanderen werden steeds meer mensen vervolgd en steeg het aantal rechtszaken en executies tot een hoogtepunt in 1563. Het volk verzette zich echter steeds meer tegen deze terechtstellingen om het geloof. Stadsbestuurders weigerden ze uit te voeren. Er moet een andere weg gevonden worden de voortgang van de ketterij te verhinderen. De door de koning voorgestane eenheid van godsdienst biedt de bestuurders te weinig armslag om hun beleid aan te passen aan de veranderde tijden. Is het eigenlijk wel tot de koning doorgedrongen dat wij omringd zijn door landen waar de hervorming wel wordt toegestaan? Egmond stelde voor dit probleem voor te leggen aan de koning. De koning moest de Staten-Generaal bij elkaar roepen en de plakkaten matigen, de straffen voor de ketters verminderen. Egmond werd in Madrid hartelijk ontvangen, maar Philips deed slechts vage uitspraken. Dus werd Egmond eigenlijk met een kluitje in het riet gestuurd. Toch had hij de indruk dat de koning tegemoetkoming zou doen. Ik heb het met de hertog van Alva gehad over de wenselijkheid de banden tussen de Nederlanden en Spanje zoveel mogelijk te verstevigen. In de Nederlanden wachtte men een zomer lang op de uitspraak van koning Philips. Dat valt bijzonder toe te juichen, sire. Pas in oktober 1565, nadat de Turken waren verslagen, volgden de lang verwachte brieven van de koning. Waar u de inhoud van moet weten. Het is mijn onherroepelijk besluit dat de tot nu toe gevolgde beleidslijn betreffende de godsdienst niet alleen gehandhaafd wordt, maar vanaf dit ogenblik met grote strengheid wordt toegepast. Ik weiger hierbij de afvalligen gratie te verlenen. De koninklijke brieven kwamen hard aan. Het was na die lange zomer van hoop op verandering bijna een oorlogsverklaring. Madame, ik kan verder geen verantwoording dragen voor het uitvoeren van de bevelen van de koning. De Liga van Edelen was teleurgesteld. Enkele edelen dreigden weer weg te blijven uit de Raad van State. Ik heb dan ook besloten mijn ambt als stadhouder neer te leggen. Oranje en enkele andere edelen vroegen ontslag uit hun functies. Zij konden de plakkaten niet uitvoeren. Dit is te schadelijk voor het land. Het volk zou er volslagen oproerig van worden, meenden zij. De ontevredenheid in het land werd nog groter door de hoge broodprijzen ten gevolge van mislukte oogsten. Toen kwamen ook de lagere edelen in actie. Op 5 april 1566 trokken een paar honderd edelen naar het paleis van de landvoogdes. Ze boden de landvoogdes een petitie, een smeekschrift aan. Madame. Margaretha deed enkele toezeggingen. In afwachting van nadere orders beloofde zij matiging van de plakkaten, geen geloofsvervolging. Ik beloof u al mijn invloed aan te wenden bij de koning. Ze stuurde boodschappers naar Philips, haar broer de koning, om haar besluit goed te keuren. Wij moeten ons alle verlaten op de goedgunstigheid van onze vorsten. U kunt overtuigd zijn van onze goede wil, madame. Daar kan ik me nu nog geen oordeel over vormen. Pourquoi, madame, ce sont que des gueux. Willem van Oranje ging naar Antwerpen om het volk tot kalmte te manen. Uitgeweken Calvinisten keerden terug en openlijk kwam men in de open lucht bij elkaar om te luisteren naar de nieuwe heilsboodschap van eenvoud tegen de rijke katholieke kerk. De toeloop was groot. Dat gaf moed. Samen voelde men zich sterker. Zaterdag 10 augustus 1566. Een ex-monnik preekt in Steenvoorde. Een hagepreek midden in het industriegebied van West-Vlaanderen. Tegen de aanbidding van heiligen en beelden in de kerk ageert hij.
Opgezweept door zijn woorden ging een groep toehoorders naar het naburige klooster en sloeg er de beelden aan gruzels. De kunstschatten van de kerk werden vernield. Kerkgebouwen en kloosters in de steden troffen in de komende dagen en weken hetzelfde lot. Antwerpen op 20 augustus. Gent volgde 2 dagen later. In het noorden ging het wat minder hevig toe. De vernielingen waren er minder erg. Eind september was de storm geluwd. Hoe had dit kunnen gebeuren? En zo snel? Hoe dan ook, de gevolgen waren negatief. De sympathie die een groot publiek voor de vervolgde ketters had gehad, verminderde op slag. Goed. Ik zal de preken van de ketters voorlopig toestaan. Maar het molesteren van katholieken moet onmiddellijk ophouden. Maak een eind aan de beeldenstorm en zorg dat de orde wordt hersteld. De berichten over de beeldenstorm brachten in Spanje koning Philips tot razernij. De edelen hadden deze beeldenstorm moeten voorkomen. Op hen kon hij dus niet rekenen. Zij waren mede schuldig. Er is heiligschennis gepleegd. Dat weegt zwaar op mijn ziel. Ik leid door wat is gebeurd. Alva, u gaat met een leger naar de Nederlanden en u krijgt onbeperkte volmacht de schuldigen zonder aanzien des persoons te straffen. Begin december 1566 werden de dreigende maatregelen in de Nederlanden bekend. Margaretha berichtte op de dag van Alva's vertrek. De komst van Alva was niet meer nodig. De beroering in de Nederlanden was voorbij. Voor de zekerheid liet zij alle ambtenaren, ook haar stadhouders, een nieuwe eed van trouw aan de koning zweren. Egmond en Horn legden de eed opnieuw af, schaarden zich weer achter de regering. Oranje en Hoogstraten weigerden. Ik zal aan uw verzoek geen gevolg geven. Ik beschouw een eed van trouw als een hoogst ernstige zaak. Oranje vroeg ontslag uit al zijn functies. Hij verliet Antwerpen en 10 dagen later ook Breda. Hij wilde niet blijven in de Nederlanden. Een lange stoet met wagens vol spullen uit zijn Nederlandse kastelen ging richting Dillenburg, zijn stamslot in Nassau. Daar zou hij met zijn broers betrokken blijven bij wat er in de Nederlanden gebeurde. Augustus 1567. Alva hield intocht in Brussel. Het had even geduurd, maar het was nu pas duidelijk dat de Turken dat jaar geen aanval zouden doen. De hoge edelen Egmond en Horn kwamen naar Brussel om hem welkom te heten. Welkom in de Nederlanden, waarde Alva. Egmond, het is me een genoegen u weer te zien. Alva gedroeg zich hoffelijk en charmant, maar hij was vastbesloten te voldoen aan 's konings opdracht. Allen te straffen die enige daad van rebellie hebben begaan of oorzaak zijn geweest van de beroerten in de Nederlanden. In 1555 is Karel V afgetreden als koning van Spanje en landheer van de Nederlandse gewesten. Onder zijn opvolger, Philips II, is er steeds meer sprake van een opstand in de Nederlanden.